Hallo allemaal en welkom bij deze soort van update video. Ik maak deze video eventjes omdat de laatste tijd ben ik erg druk bezig geweest met school en had ik weinig tijd om video's te maken. En ja, ik heb nu al 4 weken, zoals je ziet, 4 weken geleden is de laatste keer dat ik een video heb gemaakt. En ja, dat is best wel een lange tijd. Dus daarom wil ik jullie even tegen jullie zeggen waarom dat is. Ik zit op een hbo-school, ik zit op een hogeschool en daar doe ik hbo, een hoger beroepsonderwijs. En dat is best een pittige opleiding, vind ik. Ik doe informatica, ik ben aan het programmeren en ik vind het nog best wel moeilijk. En ik heb daarom redelijk wat tijd ervoor nodig. En het is niet zo'n middelbare school of zo. Het is wel echt een opleiding op hbo-niveau. Dus het kost wel even tijd en het is ook... de opleiding waar ik mijn baan van ga maken later. En ja, ik wil gewoon al dat ik het goed leer. Ik wil gewoon een goede baan laten krijgen. Dat ik gewoon een fatsoenlijk inkomen heb. En dat ik gewoon dat niet over zorg hoef te maken over later. Dat ik er problemen mee heb. Dus ik wil gewoon mijn opleiding zo goed mogelijk doen. En daarom had ik de laatste tijd erg weinig tijd voor YouTube. We hadden een projectweek en het project van ons, we waren al met een man minder. En het ging niet helemaal lekker en we moesten het afkrijgen. En nou ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen. En ik had een tentamenweek en die ging ook wel redelijk goed. Ik heb een paar dingen niet helemaal goed gedaan, maar die kan ik herkansen. Dus dat is wel mooi. Ik ben gewoon door naar het tweede jaar. En dat is, dat is wel mooi natuurlijk. Ik wil even jullie weten... ik wil dat jullie graag weten waarom ik dan... tijd bezig ben met school, omdat ik het is gewoon een moeilijke opleiding en ik hoop dat jullie dat ook snappen, dat ik daar gewoon gewoon veel tijd in moet steken en daarom dus weinig tijd heb ook voor YouTube deze afgelopen maand. Maar omdat het nu zo'n vakantie is, komt er in ieder geval verandering in, want ik heb nu in ieder geval vrij. Ik moet nog wel iets herkansen, maar dat is pas helemaal het einde, dus daar dat merken jullie zelf wel. Ik heb nu zo'n vakantie en ik ben van plan om meer lekker veel video's erbij te gaan maken. En ik ben ook van plan om een nieuwe serie te starten. Misschien wel meerdere. Ik wil in ieder geval iets van Hunger Games of Survival Games gaan opnemen. Gewoon elke video een potje. Gewoon een potje Survival Games of Hunger Games spelen. Ik weet niet hoe je het wilt noemen. Ik weet dat ik de laatste tijd... afgelopen maand, wel meer dan een maand geleden is dat. Maar dat ik wel... nieuwe series heb gestart, zoals Infernal Minds, daar heb ik nog maar 1 aflevering van. En End Farm Survival heb ik ook maar 4 afleveringen van, ook wel dat ik ook wel bijna 2-3 maanden geleden denk ik al wel heb gestart. Maar ik heb dus de aankomende tijd in de zomervakantie gewoon meer tijd, dus ik ben van plan om meerdere series te gaan starten. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dan. En ik wil denk ik ook nog een andere serie doen, ik denk met een mod erbij of zo. Dat lijkt, ik heb al wel een beetje gekeken wat leuk was en... Ik vind het op zich wel leuk. Ik weet niet. Ik zie wel of jullie dat leuk vinden. Ik denk dat ik het wel ga uploaden als ik genoeg tijd heb. Dus dat waren de dingen voor de planning en voor de afgelopen tijd. Wat dingetjes tussendoor. Ik ben nog jarig geweest. Dat was op 5 juni. En toen ben ik 18 jaar geworden. Dus ik ben nu officieel volwassen. Dus ik weet niet of jullie dat leuk vinden om te horen. Maar ik ben nu dus volwassen. En ik. Ik ben nu van bezig om partner te worden. Het loopt nog niet helemaal zoals ik wil dat het wil lopen. Want ik ben bezig om partner te worden. En dat bedrijf waarmee ik partner wil worden. Vindt dat ik muziek gebruik waar ik geen recht op heb. Maar dat is eigenlijk weer wel zo. Maar dat weet dat bedrijf dan weer niet. Dus eigenlijk is het wel goed. Maar dat weten hun dan weer niet. Dus ik ben ermee bezig. En ik denk dat het wel deze maand wel goed moet komen. Ik denk niet dat jullie daar veel aan gaan merken dat ik partner ben. Ik verdien er dan geld met mijn video's en meer is het dan niet. Advertenties heb ik er nu al op staan, zodat ik het niet allemaal hoef aan te zetten als ik dan wel partner ben. En dat is het eigenlijk. Dus veel van jullie zullen er denk ik niet van merken. Ook heb ik de 500 abonnees gehaald. Ik heb nu 503 abonnees en ik ben daar best wel blij mee. Want ik had niet gedacht dat ik gewoon nog... abonnees zou krijgen terwijl ik gewoon niks aan het uploaden was. Ik ben het natuurlijk niet van plan om vaker gewoon een maand niks te doen, maar ik had volgens mij 2 maanden geleden of zo nog 400 abonnees en ik bleef er gewoon abonnees bij krijgen, dus dat vind ik ook wel vet op zich. En ik vind het ook wel fijn dat jullie gewoon geabonneerd blijven en bijvoorbeeld niet gaan deabonneren. Dat vind ik
ja, gewoon tof dat jullie dat gewoon doen. En niet dat jullie bijvoorbeeld allemaal gaan de-abonneren omdat ik totaal geen video's meer maak. Maar dat jullie wel gewoon leuk vinden dat jullie gewoon een nieuwe aflevering willen van een nieuwe serie. Wouter's World ben ik van plan om aankomende week, ik denk dat het weekend er wel op staat, een nieuwe aflevering van Wouter's World. Dus die komt er dan wel aan. En dan, ik ben van plan om nog een giveaway te doen voor 500 abonnees. Maar daar zou ik er nog even een aparte video over maken. Over de aankondiging daarvan. Want ik ga natuurlijk iets speciaals doen omdat ik de 500 abonnees heb gehaald. En nou ja, dat zien jullie dan in die video wel. En over die muziek die ik trouwens gebruikte. Ik had wel een klein foutje ontdekt. Want het intro dat ik gebruikt heb. Dat heb ik de muziek van een site. En die muziek heb ik heel iets ingekort. Dus eigenlijk is die heel iets versneld. Omdat die dan anders niet bij mijn intro paste. En dat heb ik alleen gedaan bij die intro die ik apart heb geüpload. En later heb ik dat veranderd. Dus in al mijn video's staat de intro wel gewoon goed. Ik heb daarom mijn intro eventjes op privé gezet. Die ga ik verwijderen. En dan moet ik eventjes het intro zoals die nu gewoon echt is. Die upload ik eventjes opnieuw. Zodat ik gewoon de muziek niet veranderen zeg maar van het originele, want daar kan ik ook weer gezeik mee krijgen als je muziek gaat veranderen van wat het origineel is. Dan heb je ook weer allemaal rechten nodig van de eigenaar en zo, en dat heb ik allemaal niet. Dus dat, ja, dan upload ik nog eventjes opnieuw mijn intro. Dat ga ik nog even tussendoor nog even snel doen. En het laatste ding waar ik het even over wil hebben is dat ik nu ook Twitter heb. Ik heb hier een Twitter icoontje neergezet en nou ja, ik heb nu 2 tweets en het is best wel lang geleden dat ik erop heb gezeten, want ik had het best wel druk. Ik heb een tweet, ik heb Twitter en iemand die had een keer had een suggestie of zo voor Wouter's World, dus daar heb ik even op gereageerd. Als je me wilt volgen, dit is mijn Twitter en als je vragen hebt, dan kan je het hier op vragen. Ik reageer op Twitter denk ik sneller en ook vaker dan op YouTube, want heel vaak dan zit ik bijvoorbeeld op school en dan krijg ik een mail als iemand reageert op mijn video en nou ja, dat is gewoon met Gmail en ik kan niet vanuit Gmail, kan ik niet direct reageren op iemands reactie ofzo. Dat is heel irritant. En dan moet ik via de YouTube app kan het ook niet op mijn telefoon. Dus dan moet ik eerst naar internet en dan heel gedoe. Dus ja, en dan als ik dan thuis ben en ik zit achter mijn computer. Ja, dan ben ik al lang weer vergeten dat ik reacties heb gekregen. Ja, sorry, ik ben niet onthoud niet alles. Ik vergeet dingen wel snel. Dus als je me echt een vraag hebt, dan kun je hem denk ik best stellen aan mijn Twitter. Als je dat gewoon even snel doet, dan reageer ik denk ik meestal wel snel. Want dat is gewoon veel makkelijker om dan te reageren. En ja, dat zou ik dan denk ik doen. Nou, dit is het einde van deze update video. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad. Dus er komen vanaf nu weer meer video's. En dat was het eigenlijk wel. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie vast wel weer een keer bij een van de volgende video's. Dus allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.